sommigen vroegen heel ongerust, oh jee, maar jullie zitten op een vakantiepark, dat mag toch niet? Het fijne is, we zijn als enige daar, want het vakantiepark zal pas 1 april opengaan. Dus maak jullie geen zorgen. En natuurlijk de opnames, making-of video's die nu vandaag online zien staan, is natuurlijk 11 dagen geleden. Dus ja, we zitten hier ook in een soort lockdown, maar wel op het veilige prairiegebied waar we de videoclip en de Bellinger Cowboy serie hebben opgenomen. En we zitten dus alleen op het recreatiepark, waar nog geen enkele toerist is. Wie ben jij? Papa. Met papa. Hey, dat is heel goed. Ze spelen. Samen met papa. Wordt vogeltje op de dag corona gebeuren. Duimpjes omhoog. Hele goeiemorgen. Goeiemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's mini-vloggers. En jawel, het is vandaag donderdagochtend. En papa denkt, hè? School? Ja. Hebben we hier school in onze Boslos? Mm-hmm. We zitten hier nog lekker te logeren op recreatiepark Het Zand. Waar we wat langer mochten blijven, ondanks er nu wat zorgen zijn geuit omtrent het coronavirus. Maar mama zegt niet getreurd, ik ga jullie gewoon lesgeven. Vandaag ben ik juffrouw Vara. Ja. Dus kinderen, ik zeg heel veel plezier hier. Hier is mama's bureau, hier zit ik, daar zit Ursula, en daar zit niemand, en daar zit Luxie. Ja, papa zegt heel veel succes met studeren met mama. Ik ga weer eventjes naar Dave, want ik heb de vlog van gisteren en de leuke Luan-vlog up te loaden en in te plannen. En dan zie ik jullie straks weer. Nou, succes op school, hè? Ja, dank je. Tot ziens. Nou, men is even aan de kinderen aan het vragen wat ze nou allemaal precies doen op school. Wat Luan doet, wat Lucilla doet. Zodat ik daar een aangepast programmaatje voor jullie van kan maken. Jongens. Ik weet het nog. Wat nog meer? Wat gaan we spelen en werken. Spelen en werken, oké. Okay. Luxie, ga je met papa even de handjes uitlaten? Ja. Fijn. Goedemorgen, Wesley en Pipje. We gaan even wandelen. Gaan we naar het speeltuintje? Ja. Wesley en Pipje zijn aan het speeltuintje. Het is vandaag echt weer heerlijk weer. Beetje mistig, zoals je ziet. Maar de kinderen waren vanochtend echt vroeg wakker. 7 uur kwamen jullie papa wakker maken. Ja, Wesley. En toen zei ik van nou, dat zijn echte schooltijden. Jullie zijn perfect om 8:30 in de klas. Bij ons lieve mama Vara. Of juf Vara, moet ik zeggen. Nou, kijk. Helemaal alleen op de camping. Gaan we naar het speeltuintje. En ja, high five, geslaagd. Papa, handje vast? Ja. Oeh, wat een blij man. Oké, Luxie, veel plezier op de campingschool, hè? Doei. Doei. De kinderen die zijn natuurlijk nu door het hele corona gebeuren vrij. 3 weken vrij, in ieder geval sowieso tot 6 april. En de eerste 3 dagen dat we vrij waren, zeg maar, mochten sowieso, mogen we hier op het superleuke, fijne park waar we nu zijn, mogen we blijven. Dit park is nog niet officieel open. Maar we zitten midden in het bos, ver weg van alle drukte vandaan. Het is heerlijk om hier even lekker tot rust te komen in dat opzicht. En een soort van veilig te zitten voor het corona gebeuren. De afgelopen 3 dagen hebben we natuurlijk gewoon leuke dingen gedaan. En natuurlijk hebben ze ook wel heel veel geleerd. Want het waren echt wel leerzame dagen. Vooral op biologisch vak, zeg maar. Want we hebben heel veel dieren gezien en het bos en de natuur geweest. Maar het is natuurlijk ook wel belangrijk om school gewoon goed bij te houden. Helemaal voor Luan, want hij zit natuurlijk in groep 3. En hij zit midden in het leren lezen, dictees, schrijven, rekensommen maken. En ja, en als je dat gewoon 3 weken niet meer doet, dan is het gewoon een grote kans dat het ook weer een beetje verwaterd in het hoofdje, zeg maar. Dus vandaar dat ik gisteren bij de Action nog even op de valrit bij de Action ben geweest. Even het een en ander lesmateriaal. Ja, lesmateriaal is natuurlijk niet echt, maar gewoon wat materiaal in huis heb gehaald waarmee ik de kinderen zelf een beetje wat kan bijbrengen en het kan bijhouden, zodat in ieder geval het een beetje in het kopje blijft hangen. En dat ook een beetje het ritme erin blijft zitten. En dat we niet met z'n allen vervelend gaan worden en op de bank gaan hangen en dat soort dingen. Dat gebeuren krijgen. Ik moet er wel even bij zeggen, jongens, even een disclaimer. Ik ben geen juffrouw. Ik heb er nooit voor geleerd. Ik heb geen diploma's. En
Dat soort dingen allemaal niet. Ik ben gewoon een moeder die heeft vanuit haar eigen ervaring met alle goede bedoelingen haar eigen kinderen wat bij wilt brengen. En een soort van structuur, schoolstructuur een beetje bij wilt houden. En dat is wat ik doe, wat het is. Je kan inspiratie hieruit halen. Je laten motiveren om ook met je kids aan de gang te gaan. Of kinderen die kijken ook te zeggen, kom man, pap, we gaan schooltje spelen. Want Johan en Lucilla hadden er vanochtend heel erg veel zin in. Ze haalden zelfs mij uit bed van, kom mama, mama, school gaat zo beginnen. Dus daar hadden we heel erg veel zin in. En kijk hoe we erbij zitten. Tada! Hier zit de thuisschool. De bellies, ze hebben het zelfs een naam gegeven. Kijk, hier hebben we het schoolbord hangen. Waar staat het, Lua? Hier, bellies. Kijk, welkom bij thuisschool. Welkom bij thuisschool bellies. Bellies hebben we de naam gegeven. Met een beetje hulp van Lua en Lucilla hebben wij vanochtend deze plaatjes opgehangen. En dit is een beetje wat we vandaag allemaal gaan doen op deze thuisschooldag. Ja. Dit is een inspiratie van Luan en Lucilla. Dat hebben ze zelf bedacht van school. Ja. Een beetje van Luan en een beetje van? Lucilla. Lucilla. Eerst gaan we bidden en zingen. Dan gaan we boekje lezen. Dan gaan we verven. Dan ga ik thee doen. Nee, dit is een rekenen. Rekensommetjes maken, ja. Dan gaan we fruit eten. Ja. Zo gaan we ik thee doen. Ja, dik thee. Wat is dik thee? Dan moet je woordjes op. Eerst moet je 5 letters opschrijven. Dan 5 woordjes en dan nog een lange zin. Oké. Okay. En hier, wat was dat? Spelend werken. Spelend werken. Dan gaan we lunchen. Lunchen. Dan gaan we buiten spelen. Dan gaan we binnen een spelletje doen. Spelletjes doen. Eigenlijk de stopdans. Ja. Gaan we doen. Dan gaan we tekenen. Dan. En gaan we als laatste nog even spelen. En de speelhoek. En dan is het alweer voorbij. Nummertje 1 is in de kring zitten. Daar beginnen Luan en Lucilla eigenlijk iedere ochtend mee. En wat doen we dan als we in de kring zitten? Ochtends? Gaan we eerst liedjes zingen. Wie ben jij? Wie ben jij? De wereld is van jou en mij. Dus woon je naar. Je hoort erbij. Niet bij, je hoort erbij. Wie ben jij? Wie ben jij? De wereld is van jou en mij. Dus roep je naam, je hoort erbij. Weet je dat je vader je kent? Weet je dat je van aarde bent? Parel in Gods hand. Een parel in Gods hand. In de kring mogen de kinderen ook altijd wat vertellen. En Luan die begint met eerst iets te vertellen, ja. Jongen. Wat wil jij vertellen in de kring? Nou, want gisteren mochten we allemaal binnendiertjes verzorgen. En toen had ik gehoord dat de kakkerlakken de huis kunnen schoonhouden. Want ze konden de vloer schoonmaken. En ze konden alles opruimen en alles schoonmaken. Ja, dat en dat vond ik heel erg grappig. Ja, kakkerlakken zijn hele schone dieren, vertelden ze, hè, gisteren. Ja. Dus dat heb je gisteren geleerd? Ja. Oké. Okay. En Sil, wat heb jij gisteren geleerd? Nou, ik ga vertellen hoe de slang ging voelen. Okay. Het voelde wel een beetje als dolfijn. Is een dolfijn. Oké. Okay. Maar daar heb je nog wel een beetje rimperig. En ging de slang niet bijten? Nee. Want wanneer bijten slangen wel en wanneer niet? Als je inknijpt, want sommige mensen willen een slang pakken en dan gaat het zo knijpen. Ja. En dan gaat hij soms bijten. Ah, dus je moet zachtjes met de slang doen. Heel zachtjes, gewoon vasthouden, laat hem gewoon maar. Ja, eigenlijk zijn gang gaan. Maar valt hij dan niet op de grond? Nou, dat wordt ze wel boos. Maar de slang houdt heel goed je vast. Oh, met zijn staart en zo. Met een hele korte staart. Dat is ook kort, maar... Ja, dat vertelde ze gisteren. Die van 3, hè? Dat vertelde ze gisteren. Wil Luxie nog wat vertellen? Luxie wat vertellen? Luxie die wil heel graag in de speeltuin spelen, hè? Papa. Met papa? En wat ga je dan doen met papa in de speeltuin? Schommelen? Ik wil schommelen. Schommelen, hè? Luxie zit met papa in de schommel. Ja. Dit is mama's schoolkastje. Hier heb ik alle schoolspelletjes in gelegd. En daar zien jullie 3 boekjes liggen. Voor alle 3 een boekje. Met dat is papier. Daaronder, ja.
Dat zijn boekjes. Alle drie de kinderen hebben een boekje gekregen. Luxie die mag lekker even in bladeren. Luan die kan al lezen, dus die mag zo een stukje voorlezen. Kwek de eend. Heel goed. En Lucilla? Ik ga zelf verzinnen. Lucilla gaat zelf verzinnen een verhaaltje bij de plaatjes, want ze kan nog niet lezen. Hè, want ze maar zit op ik ga gewoon één. Zelf verzinnen. Ja, dat is heel goed. Vertel maar Lux, wat is jouw verhaaltje? Wat is dat? Is dat een dolfijn? Ja. Wauw, en wat gaat de dolfijn doen? Wie is dat? Is dat de mama en de papa van de dolfijn? Papa. Is dat de papa van de dolfijn? Oké. En dat is het babytje van de dolfijn. En waar is dan de mama? Waar is de mama dolfijn? Papa. Dat is dat de papa? Mama. En dat is de mama, oké. Mooi, Luxie. Zullen we ook even kijken naar het boekje van Lucilla? Ja. Ja, Lucilla heeft hier een boekje van een paard en ze kan zelf een verhaaltje bedenken bij de plaatjes. Het paard ging ronddroppen buiten en ze wou heel graag spelen. Maar ze zag een vogeltje en ze zei tegen vogeltje, wil je met me spelen? Nee. Toen gaan ze weer verder. Toen vraagt ze, wil je met mij spelen? En toen zijn ze alle drie, nee. Na de onweer. Want ze hadden heel veel lol. Ah, goed gedaan, schatje. Kwek de eend. En kwak de kikker. Zijn blij. Beste vrienden. Beste vrienden. Ze spelen. Spelen. Oh, ze spelen. Ze. Weg. Kwek. En kwak. Is ze. Hè? Die. Picknicken. Ze lasten. Picknicken. Waarde 1. We zijn aangekomen aan het volgende onderwerp en dat is verven. Maar we gaan niet zomaar wat verven. Nee, we gaan een portretschilderij maken. Wat is dat? Een portret betekent dat je jezelf gaat schilderen. Oh, dat kan ik. Ja? Dus je gaat een heel groot hoofd maken. Dat mag je eerst even met een stift doen. Dat je in ieder geval een silhouet hebt, zeg maar, een vorm hebt. En daarna mogen jullie met de verf die mama net heeft neergezet, mogen jullie een mooi inkleuren. Oké. Okay. Ja? Je moet je neus maken. Ik kan echt geen mooie haren maken. Dan moet je een neus maken. Heel grappig wat ik merk terwijl we dit verfwerkje aan het doen zijn. Mama! Het verschil tussen Luan en Lucilla. Lucilla die... die is gewoon lekker bezig. Die laat haar creativiteit lekker los. En die, ja, de geel is op. En dan pakt ze een andere geel. Maar Luan is heel perfectionistisch. Hij wil alles in één keer helemaal perfect hebben. En als hij dan één streepje niet goed heeft, kan hij daar best wel even van balen. Luan? Ja. Het liefst ga je dan alles helemaal overnieuw doen. Hè? Het liefst. Ja. Maar weet je wat je dan hebt? Als je dan alles weer overnieuw doet, dan gebeurt er weer iets anders wat niet helemaal perfect kijk, is. Dit is de fitjes die moet aan de voorkant. Ja. En ik moest het stipje nog laten zien. Ja. Het moest van tot de voeten, want anders zweeft hij. Dus. Ja, maar dat maakt helemaal niet uit. Want toen zei ik tegen Luan, kijk eens naar mijn tekening. Vind jij die perfect? En wat zei je toen? Nee. Nee. En dat vindt mama ook helemaal niet erg. Want het gaat er niet om dat je meteen iets perfect doet. Maar als je dingen wat vaker doet, word je er steeds een beetje beter in. Ja, je hebt wel gelijk, mami. Ah, ik maak het allemaal wijs. Ah! Oh, ja, raar, hè? Wat was dat? Sorry. Je zag het niet meer. Mijn machine nog vet. Ja. Weet je wat leuk lijkt? Lucilla is nu helemaal niet meer blij met haar mooie verfwerkje. Omdat het een beetje mis is gegaan in het gezicht. Maar weet je wat het is, Phil? Jij wil heel veel doorgaan en doorgaan en doorgaan, maar op een gegeven moment is je tekening klaar en dan moet je gewoon stoppen. Maar dat doe ik ook, maar dan... Maar je ging verder. Maar dat hoeft niet. Het maakt niet uit, je mag een nieuwe maken hoor. Luan is weer heel erg Pietje precies en Lucilla die gaat eigenlijk iets te lang door, terwijl eigenlijk de tekening al mooi genoeg was. Nou, juffrouw Farah die legt even de mooie werkjes van de kinderen buiten neer, zodat ze even kunnen dromen. Kijk, dit was de eerste van Lucilla en die tweede van Lucilla. En als ze dan straks gedroogd zijn, dan kunnen we ze ophangen. Zo, nou jongens, door naar de volgende les. Met je groene neus.
Je moet even je neus poetsen. Je hebt een groene verfneus. Hè? Het is? 4. 4. Plus? 3. Is? Wow. Lucilla, wil jij 4 fruitjes uit de schaal pakken? 1. 2. 3. 4. En Luan, hoeveel moet je erbij? Er moeten nog 3 bij. 3 erbij. Lucilla, kan jij eens alle fruitjes gaan tellen? Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoeveel is 4 plus 3? 7. Heel goed, Lucilla. Dat is 7. En dan 7. Schrijven we toch op het boekje? Ja, schrijf maar op, 7. Kom ik even kijken. Ja, maar dat moet, hè? Moet. Volgende sommetje. Ja, oven is lekker. Oh. 5 plus 4. Hoeveel is dat? 9. Ja, 9. Heel erg goed gedaan. Dat is 9. Dat was super slim. Zal ik hem nog iets moeilijker maken voor jou? Ja, die is... Nee, even makkelijk. Nee, voor mij. Nou, weer voor jou? Oké, okay, hou het bord maar vast. Ja, ik heb een andere kant luxe op mijn arm, hè? Ja, dat is iets moeilijker. Oké, nou weer voor Lucilla. 4. Is. Oeh, die is moeilijk. Die is lastiger. Dus Lucilla, pak maar 9 fruitjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik zie dat de som even moet aanpassen of ik een fruitje erbij moet pakken. Wacht even. Mam, daar is een banaan. Ja, een banaan. Oké, Sil, leg er maar 4 fruitjes bij. Dan moet je gewoon de kom omgooien. 1, 2, 3, 4. Hoeveel fruitjes heb je nou bij elkaar? Wat ik mag tellen? Ga maar tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dus hoeveel is 9 plus 4? 13. Heel goed, Lucilla. Dat is 13. 4. Plus 8. Dat is een mooie. Oh, die weet ik. Oké, wat is dat? Ik vind dat een hele mooie som. Echt een hele. Want ik heb er 8. Wat is dat? 14? Bijna. Tel eens verder. 8. 8. Dan hebben we 9. 9, 10, 11. 12. Schrijf maar op, Sil. 12. Eentje 12 maken. Een 1 en een 2. Ik kan geen 2 maken, alleen een 1. Maak jij een probeer 2? Maar. Ja. Probeer maar, lieve. 1. En dan. En een 2. Ja, eigenlijk moet het hakje aan de andere kant, maar dat is niet erg. En het. Ja, bijna. Kijk, maar we doen het even met links. Dit is 12. Zie je dat? Hartstikke goed. Ondertussen is het tijd voor een lekker fruithapje en lekkere limonade. Ik zie, ja, oh, je hebt je mond nog vol. Oh, ja hoor, dat kan wel. Lekker, hè? Dan gaan we zo weer verder naar ons fruithapje. Ja. Het fruithapje zit erop en we gaan nu naar het volgende onderwerp. En dat is dictee, heeft Luan zelf opgeschreven. Oh. Dictee is eigenlijk dat de juffrouw woordjes zegt in de klas. En dat dan de kinderen het moeten naschrijven. Je moet het niet. Oh. Eerst maakt iemand een briefje met allemaal letters erop. En moet juf dat opzeggen aan de kinderen. Ja? En schrijft dat zelf ook op. Oké, okay, nou, dan gaan mama zo dat zo over. Alleen, Lucilla zit in groep 1. In een grote groep 1. En daar heeft zij nog niet echt leren schrijven. Wat mama gisteren wel bij de Action vandaan heeft, zijn deze leuke schrijfkaarten. Nou, wat heb ik nou als opdrachtje voor Lucilla gegeven? Hier hebben we van dit soort leuke kaarten. Hier kan je hem op schrijven. Er staan lettertjes bij of cijfertjes bij. Van 1, 2, 3. Precies hoe je in de richting moet schrijven. En als je hem dan een beetje onder controle hebt, kun je hem aan de achterkant kan je hem dan zelf gaan oefenen. Dus wat mag Lucilla doen? Ze is al een beetje begonnen. Schrom maken. Ze mag, ja, het zijn kaartjes die je uit kan wissen. Ze mag beginnen met de A. En als ze de A heel goed heeft geschreven, dan mag ze het weer uitwissen en naar het volgende kaartje gaan. En ondertussen dat jij dat aan het doen bent, gaat mama met jou de woordjes doen. Je moet echt weer even terug naar de basic letters die je dus normaal gesproken op school leert. Naarmate je ouder wordt, en groter wordt, en volwassener wordt, krijg je natuurlijk gewoon eigen handschrift. En die letters die lijken niet meer heel erg op de letters die Luan nu leert.
Dus ik moet weer even goed terug naar de basis, zeg maar. Om alle schoolhandschriftletters even goed te doen. En dan gaan we eens even kijken nu of jij een beetje dit dicté kan doorstaan. Ja, dat goed. Kan ik. Ah, ik ben benieuwd. Maar zijn we aap, waarvoor? Maar aap en ik. Ja? En nee, dat ga ik zo doen. Ja, maar ik ga van... Dat van, vind ik heel makkelijk. Luan, die wil moeilijker. Maar ik ga van makkelijk naar steeds moeilijker. Goed? Okay. Ben je er klaar voor? Dat is wel een hele moeilijke. Pak mijn nieuwe bladzijde voor je. Want die nieuwe bladzijde gaan we eerst letters doen. Oké. Okay. Ja? Weet je wat juf ook doet? Ja? Bij de woordjes. Ja, nou, bijvoorbeeld... De kip die eet zaad. Schrijf op kip. Ah, zin. Ja, een zin erbij. Oké, okay, dus goed. Maar gaan we eerst de letters doen, hè? Dan? De k. Ja? De j. Van jas. De aap slingert door de bomen. Schrijf op aap. En ondertussen heeft Lucilla een hele aardjeskaart volgemaakt. Goed, Lucilla. Nou, hier... Oh, doe nog maar een paar tussen. Het eekhoorntje loopt over een stok. Schrijf op. Stok. Oh, chill. Heel erg mooi, liefie. Ga je hem even uitwissen? Dan zoek ik even een nieuwe letterkaart voor jou. Mam, ik weet er één. Schrijf jij stok even op nu? Die. Ja, de L van Lolly en van Lucilla. Die mag je zo meteen gaan. Oma Miep heeft bingo. Schrijf op. Bingo. Dit is een leuk werkje, zeg. Leuk, hè, liefie? Leuk. Bingo. En het pijltje schrijft precies hoe het moet. Lusje naar boven. En naar beneden. En dan weer... Heel goed, dat is de loop. Maar ik wil ook die proberen. Die wil je ook proberen? Nou, probeer die ook maar. Oké. Okay. En tot slot komt er een zin. Ja, mama gaat zo je poepen verschonen. De zon schijnt vandaag. De zon schijnt vandaag. Ja. Wauw, Sil. Hartstikke goed. Een hele mooie loop ben jij aan het oefenen. Hier heeft mama de rode juffenstift. En dan gaan we het samen eens even nakijken. Noem je een markpen? Markpen? Een fineliner. Fineliner staat erop. Oh, fineliner. Even kijken. Aap is goed. Kip is goed. Stok is goed. Bingo is een lastig woord. Bingo heeft Luan zo geschreven. Even kijken. Bingo. Alleen... De hmm, ja, je hoort geen k. Dus de k mag weg. En het is één ootje. Go. Zo schrijf je bingo. Tekening. Heb je wel goed geschreven, alleen het is met één e. Maar dat leer je nog in een grotere groep. Oh. En aardbei is ook goed, alleen dit moet een de zijn. He, aardbei. De. Oh ja. En de zon. Nou, dan moet je weer kruisje. De zon schijnt. De je wist wel welke het was, alleen de volgorde is niet goed. Oh. Het moet eerst de s en dan de c en dan de h. Oh ja, oh ja. Die was ik vergeten. Schijnt vandaag. En deze heb ik eventjes aangepast. We hebben dit ook gedaan. En Lucilla die is ondertussen nog even bezig met de letter m van mama. Heel mooi, Lucilla. Nou, ik ben... Toch even teruggegaan naar de Lidl. Vader had al even wat nieuwe dingetjes nodig, zoals yoghurt, melk, eieren, ja, dat soort boodschapjes. Ik heb een ontsmettingsdoekje in mijn borstzak voor zo meteen aan het winkelwagentje. En natuurlijk de boodschappentas mee. En dan na de boodschapjes ga ik de vlogs weer uploaden. Zie ik hier een overvolle winkel, dus geen reden tot hamsteren. Alleen met de nodige dingetjes. Er genoeg vers gebakken brood. Zorg voor het maatregelen. Zo zeg als je dan toevallig even je neus moet krabben, is dat goed beschermd. En als Lucilla daarmee klaar is, dan gaan we naar het volgende. Kijk eventjes op de mooie briefjes die we hebben opgehangen. Want na dicté komt spelend werken. Wat heb je daar, Luxie? Ja. Heb je daar een vlindertje? Luxie is lekker... Een elf. Oh, een elfje. Het is met een elfje aan het spelen. Hé, hey, en Luxie, als je op dit knopje drukt... Kijk, dan gaan de vleugeltjes... Ja, laat maar eens los, kijk. Laat maar los. Kijk, gaan de vleugeltjes heen en weer. Dat is grappig, hè? Wij zijn aan ons volgende onderwerp aangekomen. En dat is spelend werken, zeggen ze dan op school. Spelen en werken, zoiets. Spelen en werken. En dat is dan eigenlijk is het zeg maar een soort werkje.
Maar daar leren ze ook wat van. Nou, dat heb ik dus bij de Action gehaald gisteren. Het is een puzzel. Lucilla heeft er ook eentje. En die moet je met... Die moet je met touwtjes in elkaar rijgen. Lucilla heeft de eenhoorn gemaakt. Heel mooi. Met een sterretje in de hand. En Luan heeft een aapje gemaakt. En de armpjes en de vleugels kan mij bewegen. Ja, de achterkant moest dus met zijn knoopjes vastmaken. Hoe zit hij bij jou aan de achterkant eraan? Kijk, dat zijn de knoopjes. En als mama even kijkt op de briefjes, dan is het tijd voor de... Wat is dat? Lunch. De lunch. Nou juf, fijn dat je ook onze boterhammen doet. Ja, deze juffrouw smeert op de boterham. Je mag fruithagelslag wil ik. Oh, Luxie. Luxie. Ja, Luxie ook. Dan gaan we even lunchen. Er zijn ook gezonde aardbeidjes op tafel, hoor. Ja, yummy. Lucilla kan heel erg goed haar eigen brood smeren, liefie. Hartstikke goed. En wat wil jij erop? Die fruithagelslagjes? Nee. Oh, chocoladehagelslag. Oh. En Luxie, je lekker broodje appelstroop, liefie. Daar is Luxie gek op. Eet smakelijk, Lu. Ja. Zet even een muziekje op. Ja, gezellig. En ik heb ook wat mail gekregen weer van de juffrouw van Luan. Voor Lucilla, die zit nog natuurlijk in de kleuterklas. Maar Luan, die heeft wel al wat huiswerkopdrachtjes van een juffrouw meegekregen. Die ik met Luan nog verder door kan doen. Maar ik ben al wel heel blij dat ik dit kan doen. Want ik merk dat ze het wel heel erg leuk vinden. En ook heel erg leerzaam is natuurlijk. Want het is tijd om buiten te spelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6. Dan moet jij draaien. Gaat hij iets verder? Nou, mam. Kom jij ook springtouwen? Ja. Ja? Oké. Okay. En 5, 6, 7. Woehoe. Nog een keer. Ja? Goed zo, Luxie. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2. Lopen. 1, 2. Ja, kom maar. Loop naar je heen. 1. Zo. Ga eroverheen springen. 1. Wil je springen? Ja. Dan moet je in het midden staan. Dan zijn we voor jou blij, ja? Kom maar, Spuks. Hé, kom maar naar binnen. 1, 2 en spring. Nou, Luan en Lucilla gaan een potje voetballen. Lucilla moet bij Luan in het doel en Luan bij Lucilla. Goed? Oké, hier komt de bal. 1, 2. Ga je gang. Niet met de handen, met de voeten. Goed zo, Sil. Goed zo, schoppen. Oeh. Goed zo, Luan. Nou, Luan, schoppen. Deze kant op. Goed zo. Het wordt spannend. Ze legt hem goed voor. En... Nee. Ja. Wow, Lucilla. Wat een zweefmolen. Niet te hard. Oh. Goed zo, Sil. Wow. Wow, en daar is Luan. Nu kunnen we samen wipappen. Nu gaat mama ook naar beneden. Nu hebben we evenveel gewicht, zie je dat? Kan je beter wipappen. Moest een Pippi's ook lekker aan het spelen. Hoezo, die durft er niet op en Pip wel. Goedemorgen, amiga. Goedemorgen. Voor de koffie? Heerlijk. Een lekkere mandelstaaf. Dank u. Omdat ik hier toch de vlag mag uploaden. Ja, ben ik daar heel blij mee. Altijd, gezellig. Nou, ik heb alweer een heleboel werk gedaan. Veel lieve reacties van jullie gelezen. En een hartje gegeven. Dank jullie wel daarvoor. De vlog staat alweer mooi up te loaden. We zijn alweer 19% onderweg. En Amber en Dave zeiden van, kom dan. Het is lunchpauze. Tijd om te eten. Eet met ons even lekker mee. Dat is heel erg lief. Dat, ja, zo met dat online werk. Gereed mag worden. Feetje. En ik ga even lekker eten. En kijk eens, oh lekker. Een gezond broodje ei met groentjes. Dank jullie wel, hè. Dank hè. Wat nog wel even lief te vertellen is, ik las heel veel reacties van jullie net hier allemaal door. Mega dank daarvoor. Tof dat jullie de videoclip zo leuk vinden. En ook de Bellingham Cowboy serie zo leuk vinden. En sommigen vroegen heel ongerust, oh jee, maar jullie zitten op een vakantiepark, dat mag toch niet? Het fijne is, we zijn als enige daar, want het vakantiepark zal pas 1 april opengaan. Dus maak jullie geen zorgen. En natuurlijk de opnames, making-of video's die nu vandaag online zien staan, is natuurlijk 11 dagen geleden. Dus ja, we zitten hier ook in een soort lockdown, maar wel op het veilige prairiegebied waar we de videoclip en de Bellingham Cowboy serie hebben opgenomen. En we zitten dus alleen op het recreatiepark.
waar nog geen enkele toerist is. Dus bedankt voor jullie medeleven. Wij blijven wel elke dag een vlogje maken, zodat jullie elke dag kunnen genieten van onze dagelijkse Bellinga familievlog. En we hopen ook voor jullie dat jullie mogen genieten van onze Bellinga TV fanclub. En dat is toch ook heel erg gaaf. Nou, ik maak mijn werk hier nog even af. Tot later. We hebben lekker buiten gespeeld en het is nu het volgende onderwerp. En dat is de speelhoeken. Maar van de speelhoek hebben we even iets creatiefs op bedacht. Want wat gaan we doen? We gaan de stopdans doen. Als jullie mee willen dansen, mogen jullie gewoon lekker meedansen. Want we gaan de stopdans doen. Je moet stoppen als de muziek uit is. Dan sta je stil. Ja. En als je weer aangaat, mag je weer verder dansen. Goed? Ja. Je wil winnen, maar dat gaat niet. Dat is je Ferrari, maar ruitjes voor die staat niet. Maar jij bent hier de baas niet. Nee, je hoeft me niet. Vertellen, want ik ga sneller dan sneller. Of kartje wil, ik spring in het zadel. Koning. Kijk, een stoppaard is een adel. Hoppaardje wil, zie mijn shiny in mijn boots. Duimpje omhoog, al mijn selfies is daar goed. Ik ben een cowboy, met mijn lasso in mijn... Zet mijn hoed op mijn kop. Gelukkig als predictor, ja, dan zie ik me langs zoeken. Chillen in de wildernis, dat is een beetje fake. Zelfs een hij kan mij niet pakken, zien we volken net als fake. Hop. Kartje wil, ik spring in het zadel. Koning te rijden, een stoppaard is een adel. Hop, kartje wil. Shiny in mijn boots, duimpje omhoog, al mijn selfies is daar goed. Ik ben een cowboy, met mijn lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop, iedereen aan mijn kant. Ik ben een cowboy. Ik ben een cowboy, met mijn lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop, iedereen aan mijn kant. Ik ben een cowboy. Het ene laatste onderdeel uitgekomen en dat is een kleurplaat maken. En dat doen we lekker buiten, want het is heerlijk weer buiten. Het lijkt me een soort voorjaar. Je hoort de vogeltjes op de achtergrond. Wat zeg je? Geel. Okay. Nou, terwijl de kinderen nog even lekker hun tekening afmaken, ga ik zo beginnen met het eten koken. En Daniel is vandaag de hele dag weg geweest om 2 video's online in te plannen. Bij Dave, bij de Range op de locatie, omdat wij hier geen goede internetverbinding hebben. Dus dat is Daan achter de schermen allemaal aan het doen. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie ervaringen hierin, zeg maar. Wat doen jullie allemaal thuis, ook ouders onder ons? Wat doen jullie nu het hele corona gebeuren, zo'n happening, zo'n ding is? Geven jullie ook thuis de kids les? Hebben jullie van school wat gekregen? Laat het even weten. Ergens op social media vind ik heel erg leuk om te horen te krijgen. Oei, goed zo. Oei, goed zo. Bijna. Terwijl de kinderen nog even lekker doorspelen, ga ik even hier dit lekkere prakkie van gisteren nog opwarmen. Zo, en ons prakkie is lekker opgewarmd. Wij gaan daar lekker hier een hapje eten. Vond je dit dan weer een leuke vlog? Een leuke thuisschooldag? Doe dan even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik hieronder op het belletje. En we zien jullie morgen graag weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei doeg.
Zo, nou je gelooft het niet, maar het is 16:30 middags. Eerlijk waar, de twee video's heb ik gelukkig kunnen uploaden op het internet van Dave en Amber. In de Bellinga Prairie is dat wel niet zo snel als thuis, maar ik heb gelukkig ook alle e-mails, alle telefoontjes en heel veel werk weg kunnen doen. Ik sloot hier nu af. Ik mocht de sleutel op slot doen en in de brievenbus doen. Heel lief van Dave en Amber. En de video's zijn weer ingepland. Veel kijkplezier. En ik ga terug naar huis. En Farah had hem al afgesloten, zei ze, want ze had een macaroni gegeten met kinderen. Dus ik zeg ook, tot morgen. Volg je hart, bonbon mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bonbon mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, bonbon, bonbon, bonbon mee. Dans mee en blijf niet staan.